De gemeente Rogate van de Evangelische Broedergemeente heeft vanmorgen een gezondheidsdag georganiseerd voor de omgeving Tourtonne 3. De gemeente deed dit in verband met haar 20-jarig bestaan. Het thema van de gezondheidsdag is: een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. Een sombere geest verzwakt het lichaam. Leven met God is gezond. Volgens Ingrid Burleson, secretaris van het gemeentebestuur, is het doel van deze dag om de wijk waarin de gemeente is bewust te maken van een gezonde leefstijl. Want ook in het woord vind je dat met een gezond leven dat het beter is. Ook als je de Heer dient en je gezond leeft, dat het allemaal ten voordele van jou is. Dus in dat kader van 20 jaar hebben we gemeend om ook als diaconaal gebaar naar de gemeenschap toe deze gezondheidsdag te organiseren. En waarvoor kan men allemaal terecht op zo'n gezondheidsdag? Nou, we hebben verschillende organisaties hier, zoals het Rode Kruis, de Stichting Lobby, de One Stop Shop, Oogpoli. We hebben hierachter, zien we dan, Tropical Clinics. En we hebben ook de Lions die bezig zijn met de leeuws. Voor de verschillende onderzoeken die je kan verrichten, hebben we dat je je oogonderzoek kan laten verrichten. Je kan je bloedglucose laten meten, je bloeddruk laten meten, je gewicht, je body mass index. En je kan ook bij Stichting Lobby terecht voor een borstonderzoek, voor baarmoederhalsonderzoek. En zo zijn er nog andere zaken die je kan doen op gezondheidsgebied. Burleson geeft aan dat het thema gehaald is uit de Bijbel en wel uit Spreuken 17 vers 22. Omdat de gemeente zo'n bijzondere mijlpaal herdenkt, past het thema daarom ook heel goed bij het thema van de kerk, zegt Burleson. Dus leven met God, het zegt het eigenlijk al, leven met God is gezond. Je moet je lijf, je lichaam, moet je goed in stand houden en dat kan je zeker doen met een gezonde leefstijl. En dan nog God erbij, nou, dan heb je een heel pakket en dan is het goed. En tot hoe laat is de gezondheidsdag? We zijn met het prikken en de verschillende onderzoeken zijn we bezig tot 3 uur. En om 4:30 start dan onze gezondheidsloop, een wandelloop van 2 kilometer. Wie wil mag natuurlijk, het is hier om de gracht, hè. En als je 2 maal om de gracht wil, heb je 4 kilometer. Maar in principe is het dus voor 2 kilometer. Maar de snelle onder ons, die kunnen misschien 2 of 3 keer om de gracht binnen de bepaalde tijd. Dus. Ingrid Burleson, secretaris van het bestuur van de gemeente Rogate van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Zij sprak vanmorgen over de gezondheidsdag die de gemeente heeft georganiseerd in verband met haar 20-jarige bestaan. De gezondheidsdag is gehouden op het Tourtonne All Stars Gemeenschapscentrum.